Het bekersucces van voetbalclub DTS gaat verder. De vierde klasser uit Oud-Karspel staat in de achtste finale van de districtsbeker. Ten koste van topklasser Hercules, waar ze verrassend van wonnen. Hun kwamen uit een doodspelmoment 1-0 voor. Wij maakten een goede 1-1 in de tweede helft. We hebben wat meer druk gezet en hun zo aangepakt. Ja, en dan wisten we, er komt geen verlenging aan en direct strafschop. Ja, dan heb je toch een grote kans om door te gaan. Als je dan ziet dat die laatste penalty erin gaat, dat is zo leuk. De keeper pakt hem en je rent met z'n allen ernaartoe. En daarna ga je naar de kleedkamer, wordt er bier gehaald en iedereen zingen en springen. Ja, dat is onwijs leuk. Het is gewoon een hele leergierige groep. We hebben een goede mix van een paar oudere jongens. Jonge jongens, maar ook in de 24-25, die ook al een paar jaar op niveau spelen. Dus onze kracht is gewoon dat we als team echt heel sterk zijn. Rondje zaaien, afronden. Hoeveel keer? Nu van. Op, op, hey. 1. 2. Ook kijken. 3. 4. Jezus Christus. 5. Ga maar, jongen. En ja, en kijk, Maghreb Hercules, daar hoef je jongens niet voor te motiveren. Dat spreekt al voor zich en met een hoop publiek langs de lijn. Dus ja, dat is leuk. Waar houdt het op voor jullie? Ik zou het zelf niet weten. Echt niet. Ja, ik hoop natuurlijk dat we de finale winnen. En dan verder zien wat er allemaal gaat gebeuren. En we gaan er gewoon een goede wedstrijd van maken. Want kijk, wij willen die wedstrijd ook gewoon winnen. En dat is ook de instelling hier.